En het werd steeds erger, want toen kwamen we daar en toen bleek ook dat, uh, dat alle bedden bezet waren. Dus toen, uh, toen liepen ze door en dachten: oké, okay, nou waar gaan we heen? Nou, toen was het dus de badkamer. Oh. En uh, uh, daar onder een soort felle TL-lamp op de badkamervloer. Uh, op de vloer? Nee, op de badkamervloer. <laughs> Spuiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hallo, leuk dat je luistert of kijkt. Uh, ik zit hier met mijn collega Ralf en Diva en ik ben Roos. En deze week hebben we het over de eerste keer seks. Maar eerst, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie nog nieuwtjes, updates over je leven? Ik werd echt zo moe wakker. Oh, het was en, volle maan hè? Oh, ik, wil, ik wil dus gaan zeggen, ik haat het dus <laughs> zo erg als je zegt, oh ik heb kut geslapen. En zeg, ja, het was volle maan ja, hè? Dat weet ik. Maar jij bent toch een weerwolf? was de hele, de hele nacht op Ik, was, ik was de hele nacht uh, aan het weerwolven. Nee, maar ja. denk je dat echt de uh, volle maan je slaap slecht? Nee, ik heb geen idee. Uh, ik weet alleen dat we elke maand ditzelfde gesprek hebben op de redactie. Dat iedereen weer zegt, ik heb slecht geslapen. Ik ook, ik ook, ik ook. En dan komt er iemand met, het is volle maan. Dus ik begin er aan wel in te geloven dat het misschien al wel iets is. Laatst, laatst had ik dit. En toen kwam, toen kwam iemand zelfs met, ja, het was halve maan. Toen dacht ik, oké. Okay. Oh, <laughs> dat is kut. Oh ja, oké. Okay. En ik wil jullie weer even wat laten raden. Want uh, SOA Aids Nederland en kenniscentrum Rutgers. Nou, zij hebben een onderzoek gedaan naar de eerste keer seks onder jongeren. Uh, en wat denken jullie is de leeftijd waarop jongeren in Nederland voor het eerst seks hebben? Oeh, daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ja, vorig um, jaar. Wow. Um, ik denk uh, 16. Oké, okay, wat denk jij, lieve? Uh, ik denk ook 16, ja. Nee, die mag niet meer. oh <laughs> Ik denk 17. <laughs> Allebei fout. Oh. Het is 18,7. Oh, heel veel. Oh, bijna 19, dus. Ja. ja, en dat is ook best hoog vergeleken met de jaren daarvoor. Dus in 2017 lag het gemiddelde op 18. En vijf jaar daarvoor, in 2012, lag het op 17. Oh, wat goed. Wow, dus mensen gaan be beginnen met, later met seks? Ja. ja, jongeren beginnen steeds later met seks. Oh. En hoe komt dat, denken jullie? Heb je het nu wel uitgezocht? Ja! Wow. <laughs> Eh, uh, <laughs> ik denk. Wat zou dat kunnen zijn? Misschien uh, minder invloeden vanuit de media? Dat Bijvoorbeeld? ze dat vroeger minder hadden? Nee, nu minder. Omdat ze vroeger bij de films die wij allemaal vet vonden en de muziek en zo, dat, dat was allemaal hoe je om te maag ging. Oh, maar is dat niet juist meer met social media? Nee, ik denk dat het daar juist niet meer over gaat op social media. Ja, nou, maar misschien ga, is het wel dat, dat men iets preutser is geworden. Dus dat, dat er meer. Men. Ja, men. <laughs> Mooi. <laughs> de, de maatschappij. Uh, en en dat, het daar, dat er daarom wordt verwacht dat, dat je later seks hebt. Dus dat je seks pas doet als je echt een partner hebt. Ja. en. en uh, maar waarom worden we dan preutser, denk je? Ik denk dat dat dus echt wel een beetje dat, dat social media beeld is van. Uh, 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 weet je wel, van lage bodycount hebben en pas met iemand slapen als, uh, als het serieus is en dat soort dingen. Ja. En dat mensen daardoor de neiging hebben om, uh, om dat uit te stellen. Ze gaan er nog onderzoek naar doen wat de exacte redenen zijn. Maar dat komt omdat de antwoorden die ze veel in het onderzoek lazen al zorggebaren. Dus hmm. uh, het lijkt er namelijk op dat veel jongeren wachten met seks om uit angst om iets verkeerd te doen. Dus juist oh. omdat ze streven naar een soort perfecte eerste keer. Uh, oh. Dat ze, ja, ze ervaren druk om misschien ook slank te zijn uit zichzelf, dus grotere borsten te hebben, er goed uit te zien. Maar ook dat de eerste keer met een juist iemand moet zijn op een goed moment en romantisch. Ja. Oh, maar dat is zo. Ik vind het zo erg voor, uh, voor die kids. Um, dat ze ja. er zo'n druk op leggen. Ja, en dus ook een hele hoge druk op jezelf. Hele ja. hoge eisen stellen aan jezelf en er daardoor niet durven. Ja, ja, ja dat zie je eigenlijk in alle aspecten van de jongeren nu dat ze op school ook. En op werk ook, maar dat zijpelt dus ook door naar de slaapkamer, dat ze overal streven naar meer perfectionisme. Maar weet je, weet je wat de grap een beetje is? Dat uh, beide mensen dat dus denken. Dus beide partners ja. die, die hebben dus de angst om door de ander afgekeurd te worden, uh, ja. terwijl allebei zijn ze heel zenuwachtig en angstig en dat, dat zorgt dus voor een hele rare situatie eigenlijk. Ja, want je kan daarin geen en geen een van de twee kan de ander op zijn of haar gemak stellen, omdat je allebei zo erg met jezelf bezig bent. Ja. En ik denk dat dat het dus lastig maakt. Omdat iedereen zo in hun eigen wereld zit daarin. Dat het ook moeilijker is om iemand te vertrouwen. Want je bent helemaal niet bezig met de ander. Je doet het helemaal niet meer samen. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een interessante. Want ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie antwoord op de eerste stelling. Dus we gaan mm -hmm. even naar de stellingen. Stelling 1 is ik ervaar de druk om ontmaagd te worden. Druk uit jezelf mm -hmm. of druk vanuit de omgeving. Diva. Ja, dat was ik wel. Ja, het was ook, ik was ook met een jongen en um, hij zat echt in een hele hechte vriendengroep. En op een gegeven moment gebeurde het bij één jongen en dan gingen ze elkaar zo'n beetje zo van... Ja, wanneer ben jij aan de beurt? Haha, schouderklopje. En dan, ik denk dat die jongen dat vanuit hem ook zo erg voelde. En ik was toen zijn uh, vriendin, dat ik dacht van oké, okay, hij heeft dit en ik kan hem dat geven. Dus dat maakt mij ook een betere vriendin voor hem. Dat ja. had ik. En niet per se omdat ik dacht dat ik het heel graag wilde. Maar meer vanuit de motivatie. Ik moet hem dit geven. Want dan ben ik geweldig. En andere meisjes kunnen hem dat niet geven. Ja, dus een soort externe druk van... Ik hoor dit nu te doen als zijn vriendin. Uh, ja. Want, want dan, dat kan, dan kan ik hem dat bieden. Ja, dat. Ja. En niet per se omdat ik dacht... Ik wil dit zelf heel graag. Maar het was ook alweer zo dat het daardoor bij mij en mijn vriendinnen ook ging spelen, dus toen ja ging het balletje ook wel wat meer rollen. Misschien een beetje hetzelfde als waar we het over hadden met uh, eerst keer drugs gebruiken, dat je niet per se zelf heel erg nieuwsgierig bent, ja. maar het, het gebeurt overal om je heen en daardoor wordt het een soort van normaal. Ja. Precies. En dan en dan ga je dat zelf dus ook maar doen daardoor. Ja. Terwijl je er nog misschien helemaal niet klaar voor bent. Ja. Ben jij al een maagdroos? <laughs> Is het wel gebeurd? Ik wacht nog op de juiste persoon. <laughs> nee, ik had wel dat ik. Um... Ik was volgens. Oh, dit is ook grappig. Oké, okay, ik weet dus niet meer hoe oud ik was. Dus oh. ik weet nog dat ik vroeger aan mijn moeder vroeg, hoe oud was jij toen je ontmaagd werd? En dat zij zei, Dat weet ik niet meer. En toen dacht ik, hè, hoe kan je dat nou niet meer weten? Dat is toch super belangrijk. Omdat dat zo'n groot ding in mijn hoofd was. En met vriendinnen op school was het voor ons allemaal een heel groot ding. En dan maakt 16, 17, 18 een heel groot verschil. En um, nu weet ik het dus niet meer. En nu denk ik wauw. Hè, maar weet je het ook niet ongeveer? Jawel. Ik was denk ik of 16 of 17. Betekent dat dat die eerste keer zo niet speciaal was? Of, denk... of was je heel dronken of zo? Nee, nee, dat niet. Nee, ik was gewoon nuchter en het was met mijn vriendje. Dus dat was eigenlijk gewoon helemaal goed. Oh ja. En het was ook niet onspeciaal. Want ik denk een eerste keer van iets is altijd wel op een manier speciaal. Maar het was niet zo groot als mensen erover doen of praten in films of zo. Dus ergens is het ook dubbel dat we hier dan een hele aflevering over hebben. Want het is juist goed om dit mee te geven. Aan anderen maar. Er wordt al zoveel op gefocust, denk ik soms. Terwijl ja. het is gewoon maar, weet je, als jij voor het eerst keer een sport beoefent, ja, die gaat ook het slechtst. Dus eigenlijk, <laughs> weet je wel, waarom boeit dat zoveel die ene keer? Nou, en ja, echt. Want, want die, wat je net zei van dat jongeren heel veel druk ervaren om die eerste keer te doen. Ik had, niet, ik had niet per se dat ik dacht van, oh, het moet snel gebeuren of zo, maar ik dacht wel, het moet speciaal zijn. Ik had, ja. ik had een soort van in mijn hoofd bedacht van, oh, uh, ik zou het graag met mijn vriendin doen en het moet heel leuk zijn en, en speciaal. Maar... En, en daardoor ben je dat moment heel erg aan het uh, ophemelen. Ja. Terwijl uiteindelijk ken ik eigenlijk bijna niemand die nu terugdenkt aan de eerste keer. en die denkt: het was magisch. Of zo. Het was geweldig. Nee. Dat hoeft helemaal niet. Het hoeft ja. helemaal niet heel speciaal te zijn. Ja, want uh, hoe was het? Hoe ging het? Ja, het was verschrikkelijk en gênant. Maar kwam het uh, bij jou wel vanuit je eigen. ja, vanuit jezelf? Dat je dacht: van ik wil dit nu met dit meisje. of verder uh, uh, jij ook een beetje die groepsdruk? Ja. Yeah. Oh, het was dat is wel echt genaamd. Het om? is echt heel gênant mevrouw. <laughs> Hij houdt <laughs> we, het wel op, hè? Kut, right, <laughs> krijgen we dit weer. Uh, <laughs> nou, ik was, ik was 18, wat op zich uh, prima is, maar ik, ik dacht dus altijd van, oh, dat moet speciaal zijn. En uh, toen waren we dus uh, op eindexamenreis naar Mallorca gegaan. En, en ik had daar dus ook, bij die avond uitgaan, dacht ik altijd van, ik hoef niet per se met iemand naar bed, want uh, de eerste keer wil ik niet op deze manier hebben. Ik vind het best wel een aandoenlijke gedachte. Ja, zo. het is van, van, ja. Van, oh, dat, ik, weet, ik weet niet waarom ik dat had bedacht, maar uh, nou, dat kan best. En, uh, en dus die, die hele week had ik dat niet echt gedaan. En toen, de laatste dag, toen was ik met een meisje. En uh, ik, ik was ook, ja, dit klinkt heel flauw, maar ik, ik was ook niet helemaal onder boven van haar of zo. Maar ik, ik dacht, nou oké, okay, leuk. En toen waren we naar haar uh, hotel gegaan. En ook helemaal niet met de gedachte in mijn hoofd van, oh, dat gaan we doen. Ik dacht, gewoon, ja, lekker logeren of zo. Maskertjes <laughs> <En>, <laughs> doen, logeren. Lekker wat chillen. Veel pijpijn in vlechten. En, toen, uh, en het werd steeds erger, want toen kwamen we daar en toen bleek ook dat, uh, dat alle bedden bezet waren. Dus toen, uh, toen liepen ze door en dachten, oké, okay, nou, waar gaan we heen? Nou, toen was het dus de badkamer. Oh. En uh, uh, <laughs> daar onder een soort felle TL-lamp op de badkamervloer op de vloer uh, op de badkamervloer <laughs> <Nee>. <laughs> ja, is het uh, is het toen gebeurd en uh, achteraf ben ik wel blij dat het toen gewoon is gebeurd of zo. want dan ja. ik weet niet dan heb je het ook maar gedaan en dan is die dat ophemelen is er een beetje van af uh, want dat hoeft namelijk helemaal niet maar was je daar uh, nou ja toen je dus op zoek ging naar een plek en ja, uitkleden en zo. Was je toen in je hoofd wel heel erg nog mee bezig van: dit wordt mijn eerste keer? Of had, had je dat ook helemaal niet meer? Of was je zo dronken bijvoorbeeld? Um, volgens, ik weet het niet meer zo goed. Maar ik weet nog wel dat ik dacht van: wow, dit wordt de eerste keer. Het mm. gaat nu gebeuren. <laughs> en had je er zin in? Of? Uh, ik denk dat ik vooral heel erg zenuwachtig was. Ja, gewoon ja, dat ik gewoon echt gespannen was en dacht van: wow, wat moet ik doen zometeen? Ik zat ook met die condomen. Heel, ik wist helemaal niet hoe dat werkte en het, het ging niet en uh, nou ja, uiteindelijk uh, er gebeurde het toen ja het is wel een <laughs> goede wat jij zegt vloer. dat je zegt van ja oké okay, ik wens wel iedereen een bed toe maar ergens <laughs> <laughs> vind ik het wel goed dat ja boeien ook het is gewoon je moet ook gewoon wat aankloten de eerste keer ja want ik heb ook een stelling maar eigenlijk is die al best beantwoord uh, stelling twee de eerste keer moet perfect zijn nou ja ja ik zou dus echt zeggen van Stel niet te hoge eisen aan jezelf en aan de ander en aan de situatie. Want het gaat alleen maar in je hoofd zitten. En die eerste keer wordt toch nooit zo. Het kan, het kan wel zo zijn. Maar um, grote kans dat het gewoon ongemakkelijk en kut is. En ja, prima, want je gaat voor de eerste keer skateboarden en dan ga je ook op je bek. Ja. Dus uh, dat's, dat, dat is oké. Okay, maar ongemakkelijk denk hoeft denk ik ook niet kut te zijn. Want, nee, ik want, vind het dus ook wel schattig. Ja, zo. dat is toch wel grappig. Weet je alsof je samen gewoon ergens naartoe gaat en je weet niet hoe het werkt. Dus je loopt even van: Wa, wat gaan we nu doen? Wat, hoe werkt dit? Dat is eigenlijk gewoon een leuk avontuur. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd zo toch? Dat heel veel mensen willen een hele goede, geile eerste keer. Maar uiteindelijk, ja, of je nou op de badkamervloer ligt of niet. Maar het is gewoon aanklungelen. Ja. ja. En dat is ook precies iets waar Margreet Loosen, zij is universitair docent jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht, voor pleit. Dus zij zegt meer klungelseks. Dus tijd dat onze jongeren minder focussen op dat perfectionisme en gewoon proberen, experimenteren. En dat maakt ja. het niet kut. Dat kan nog steeds heel leuk zijn als je die verwachtingen maar gewoon iets lager zet. En gewoon meer fun. Ja. Maar het is sowieso, um, soms ben ik nog wel eens verbaasd dat ik van andere keren dacht van wow, dit was de beste seks in mijn leven. En dan een paar weken later denk ik, wow, nee, dit was de beste seks van mijn leven. Dus ja, het, het blijf, je blijft ook gewoon een soort van ontwikkelen en verrast worden door ervaringen. Volgens mij ligt ook het seksueel hoogtepunt van mannen en vrouwen veel later dan het begin. Sowieso niet het begin, maar uh -huh. volgens mij ligt het bij vrouwen op 35. En wow. bij mannen, ja. Maar wat bedoel je dan met seksueel hoogtepunt? Dat is, het, uh, dat is het moment waarop je je seksleven eigenlijk het hoogste cijfer zou geven. Dus waarop je het oh. meest. Geniet. Weet, je, weet je waarom ik denk dat dat, dat dat zo is? Omdat je denk ik, rond die leeftijd het meest comfortabel bent met jezelf en je lichaam. En ja, maar en dat, dat is misschien. Maar ik denk, ik denk het misschien wel. Van nu, misschien in de jaren twintig of begin twintig of daarvoor, dan ben je misschien nog veel zoekender. En dan denk je van, oh, het moet perfect zijn of ik moet er op een bepaalde manier uitzien. Ja. Ik denk als je ouder wordt, dat je dat veel meer loslaat. En dat je gewoon kan focussen op. Uh, wat je chill vindt en uh, uh, wat je moet doen. Ja, maar ik heb ook zoiets dat ik ook wel een beetje bang ben voor als ik ouder word. hoe mijn het vrouwelijke lichaam gaat veranderen. Ook als je veel kinderen hebt gekregen. En, um, ja. ja, voel ik me nog wel sexy als ik wat ouder ben. Want nu denk ik ook de hele tijd. Ik ga in croptops uh, rondlopen, want ik ben 25 en als ik 35 ben, wil niemand dat meer zien. <laughs> nou, ik denk dat uh, naarmate je ouder wordt, je sowieso ook minder onzeker wordt. Dus in je nou? twintigste jaren ben je altijd zo onzeker. Ja, dat hoor ik. Ik denk van elke wat oudere vrouw: uh, van op een gegeven moment boeit het je echt geen reet meer. En dat lijkt me ook wel heerlijk. Oh, en dan ook. zit je ook gewoon: yeah. yeah. <laughs> maar Diva, jij had iets met een maagdenvlies. <laughs> wat was dat? <laughs> Hoe gaat het met jouw maagdenvlies? Nou, um, wat bij mij en mijn vriendinnen toen de tijd heel erg speelde, was zeg maar die angst om echt mega erg te gaan bloeden tijdens je eerste keer. Er ging altijd zo'n soort van horrorverhaal rond van ja, en als je maagdvlies dan wordt er prikt, dan bloed je alles onder. En bij sommige meiden was dat ook echt zo. Dus daar, ja, daar ben je dan ook een beetje bang van, oh dat is gênant voor die jongen. En, dus jij wilde uh, hoe gaan juist dat niet doen? dat je ging bloeden. Nee, nee. Nou, het zijn ook heel veel meiden uh, die, of jongens die verwachten dat een meisje gaat bloeden omdat dat voor hun dan een bevestiging is dat ze nog maagd is. Maar daar wil ik gelijk even de wereld uit helpen. Ja. Uh, het maagdevlies, daar zijn namelijk best wel wat misverstanden over. Uh, het is, nou ja, ik ga even bij jullie checken, wat denken jullie dat checken waar is? Checken of die er nog zit. Checken, <lacht> nee. <lacht> ik ga bij jullie testen, wat denken jullie dat waar is? Uh, het maagdevlies is een randje dat de vagina afsluit. Ja, Norman. Klopt, dat is niet waar. Uh, het randje kan ook kapot gaan. Het is dus eigenlijk een randje. Ja. Uh, het kan ook kapot gaan door sporten of tampons. Oh. Of een ongeluk. Oeh, Diva? Ja, dat weet ik niet. En uh, ja, ik, ik was in elk geval niet gaan bloeden. Dus misschien hm. is hij toen bij mij al wel kapot gegaan. Nee, het is eigenlijk. Het kan ook niet stuk gaan door tampons of sporten. Het maagdevlies is een randje. Bij de vagina, want, dus het is helemaal niet een vlies, een beetje oh. ja, ja. een verkeerd woord ervoor. Uh, het maagdevlies is geen vlies dat de vagina afsluit. En meer dan de helft van de meisjes bloedt niet tijdens de eerste keer seks. Wauw. Wow. Ja. Bloedde jij? Nee. Jullie nee. allebei niet. Nee. Dus. Nee, ik heb het ook uh, nog nooit meegemaakt bij mezelf. Nee, bij, bij... niet. <laughs> Terwijl het zo'n ding is, hè, onder jongeren. Voor ja. mijn gevoel. Ik, dacht, ik zat daar ook een beetje op te wachten. Maar ja. nou goed, dit is de wereld uit. Uh, door naar de derde stelling. Ik wou dat ik langer had gewacht op mijn eerste keer. Uh, ja. Hoe? Ja. Waarom? Omdat ik bijvoorbeeld naar mijn nichtjes keek op die leeftijd. En dan dacht ik echt. Toen ik jouw leeftijd was, had ik gewoon geneukt. Haha, <laughs> echt <laughs> erg. <laughs> dan denk ik gewoon van: oh my god, Diva, je dacht dat je zo oud en volwassen was. Terwijl. Nee. <laughs> en waarom je vond je dat een... erg dan? Want... Ik vond het gewoon erg dat ik daar op die leeftijd uh, zo mee bezig was. De meeste mensen begonnen er los van mijn vastvriendinnen pas later met al die dingen die ik al op vroegere leeftijd had gedaan. Dus toen viel ik een beetje in een gat van. Ja, ik heb eigenlijk nu juist meer zin om keekjes te bakken dan om te neuken. Maar <laughs> bij iedereen gaat het anders. <laughs> dus daarom deed je het vier jaar niet toen. Daarna. Ja, en ik viel ook weer, ja, dus juist heel erg in een gat, omdat ik niet echt wist wat bij mijn leeftijd hoorde. En ik wist ook niet waar ik naartoe kon. En ik, ik was ook nog niet uh, 18, dus dat uitgaansleven, dat stond ook weer wat verder weg. Je liep helemaal uit, uh, uit ritme. Ja, het dat was, was het. je hele vroege puber of zo. Ja, ja, ja en hè? Ik heel vervelend. <laughs> <laughs> maar is het dan zo erg dat je het wel hebt gedaan? Kan je niet denken, van, nou ja, ik had daar toen. Heb ik die keuze gemaakt en dan doe ik het vier jaar niet. Ja. ja, misschien is dat ook niet zo heel erg. Misschien maak ik het ook wel groter dan het is. Maar ja, dat weet ik niet, het is jouw gevoel. Maar, maar nee, ik, ik denk zelf van, als, als mijn dochter dan die leeftijd is, dan hoop ik gewoon dat ze uh, keekjes bakt op de vrijdagavond. <laughs> Wat vinden jullie eigenlijk je eerste keer? Is dat ook orale seks? Oh, gaan we dit, gaan we dit gesprek voeren? Ja. Ja, eigenlijk wel dus ja. inderdaad. Ja. Nee, ik dacht want ik zeg dat, dat toch nog even, want er, ja, daar denk ja, ik wel zeker. aan. Of misschien als je een vrouw bent en je doet iets met een vrouw, ja, dan ben je nooit ontmaar. want sommige mensen zien het alleen als penetratie. Ja, nee, dat is ook waar. Ik ja. zit daar aan te denken, dus ik denk ik noem het toch even. Ja, ja, ja. Nee, ja. zeker. Maar Ralf, wou jij dat je langer had gewacht op je eerste keer? Nou, nee. <laughs> Nee. Nog net iets langer, zodat je <laughs> gewoon lekker in bed kon liggen. Ik had gewoon uh, niet, zo, uh, niet zulke hoge eisen moeten stellen. En gewoon uh, moeten denken van... Uh, fuck it, uh, ik, uh, ik zie het wel. En ja. het maakt eigenlijk niet uit hoe die eerste keer is. En dan uh, was het nog steeds rond die leeftijd gebeurd waarschijnlijk. Want ja. uh, ik had zero game. <laughs> <laughs> ja. ja, ik denk dat ik het ook de leeftijd helemaal goed vond. En op een moment alleen... De inhoud van de eerste keer. Dat was bij mij in mijn hoofd helemaal alleen maar penetratieseks. En pas maanden daarna dacht ik: oh ja, je kan ook beffen. Dus... Maar vind je dat niet chill dat je dat later ging ontdekken? Nee, omdat ik van penetratieseks alleen niet echt zoveel voel. Oh ja. Uh, waardoor ik heel lang heb gedacht: van, hé, wat is er mis met mij? Oh ja, ja. Dus nou ja, maar goed, hij wist het ook niet. Dus ik kan het hem niet kwalijk nemen. Maar... Nee, precies. Ja, dus dat is het ook. De eerste keer, de eerste keer. Maar ja, wat je doet maakt natuurlijk ook wat uit. Ja. Niet wanneer. Comment van de week. Nou, de eerste podcasts staan online, dus daar heb ik de comment vandaan. Degene met de meeste likes onder de eerste was echt een mega goede en informatieve podcast. Maar wat is de stem van Diva? Wat is die stem van Diva? Ja, we, we hadden hem al twee toontjes lager gezet, maar hij moet dus nog veel lager. Ja, bedankt voor de feedback. Daar gaan we aan werken. Ik zag ook dat iemand daaronder nog had gecomment. Dit is een stemvervormer. Ze wil niet haar ware identiteit onthullen. <laughs> Ja. Maar ook, daar gaan we aan werken, dus Diva ja. krijgt een soort uh, ja, stemtraining ja. En, ze, en ze leert gewoon dieper praten. Oh my god, ik had een DM van, van een vrouw die wel eens vaker gewoon wat aardige dingen DM'de. Nu kreeg ik een DM, Hey, liever, het gaaf dat je bij spuiten en slikken gaat werken. Eén tip, ga op logopodie, misschien haken oh. mensen anders nu af. Oh. Jezus, wat een bullshit. Als het je niet zint, uh, kijk dan maar naar iets anders, toch? Nou ja. Ja, ik zei ook tegen haar van, uh, ja, ik ben daar aangenomen om wie ik ben. En ik werk daar ook om, zodat mensen zich comfortabel voelen om te zijn wie ze zijn. Dus ik ga niet mijn, ja, unique selling point veranderen. Want dan stuur ik een hele andere, ander, andere message de wereld uit. Helemaal mee eens, ja. Maar dit klinkt alsof je het bijna opzet als unique selling point. Maar het is gewoon je stem, <laughs> Nee, ik zet het wel op, want anders heb ik niks. Ik heb geen titel of zo, dus ik moet wel. Ik kon ze thuis praten, in. Ja. Hallo, ik ben ja, ik moet wel. Dan Ja, ik nam ook gisteren op. Hoi met Diva. Sorry, hoi met Diva. Stel <laughs> je voor. Oh, oh, oh. Nee, geloof me, jongens, het went echt. Even doorzetten. <laughs> Even geloof door mij. die zure appel heen. Er was nog <laughs> één iemand die zei: net geluisterd tijdens het eten. Er kwam cola uit mijn neus. <laughs> ja nou, dat klinkt positief toch? ja ja dat klinkt goed Het gaat niet helemaal goed dat eten wegen en wikken. door naar de wegen en wikken. dat is ons spuiten en slikken dilemma en die posten wij om de week op ons Instagram account en deze week je moet kiezen jouw ouders die jou betrappen of jij die je ouders betrapt ja nou, mijn ouders zijn niet meer samen dus dat zou een hele hele <laughs> gesicke neukpartij zijn mam pap <laughs> He? Een extra dimensie. Ja. Je had ouders en sikke neukpartijen in één zin. Ja, ik wacht zelf ook. Maar um, zou je het leuk vinden als ze weer bij elkaar komen? Nee, nee. En ook zeker niet op die manier. Dus oh. uh, laat, ze maar, uh, laat ze mij maar betrappen. Ja? En welk standje dan? Zie je oh, jou. Oké, jij, Diva? Uh, Eeuw. Um, ik zou, denk ik, mijn ouders. Dan eerder mijn ouders weer trappen. Gadverdamme, ja? vieze peuk. <laughs> Heb je het wel eens gehad? <laughs> nee. Oké. Heb je het wel eens gehad? Nee. Je ligt. <laughs> ik loop, ik lieg. <laughs> <laughs> Welk standje deden ze? Oh, ik weet het niet. Het was, er was, er was, <laughs> Doe nee. niet alsof je het niet weet. Er was, jawel, er was heel veel dekbed en ik dacht van, uh, ik voelde het gewoon meteen. Ik mm. zag niet zoveel, maar oh, okay, het was wel aan de hand. Superleuk. hoi mama. Um, <laughs> Nog een dilemma. Nog één? Ja, ik vind het leuk. Net na je hoogtepunt in bed zeg je... Gefeliciteerd met mij. Of... Can I get it? Oh, ja! Yeah. Altijd. Ik gebruik altijd al die eerste... Echt? Ja. Ja, gefeliciteerd met mij? Ja. Snap ik. Jij dan? Ja, eraf ik ga ook voor de eerste. Leuk. Ja? Ja? Nou, ja, ik bedank altijd mensen. Als, als Zakelijk het. bedankt. Bedankt. Dit is hem al. Nou, dit was hem voor deze week. Vergeet ons niet te volgen. Je kan op Spotify ook sterren geven. Bijvoorbeeld, vijf En je kan het ook bekijken op YouTube. Je kan ons volgen op Insta. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie suggesties zijn voor onderwerpen. Dingen die wij moeten bespreken in de podcast. Ja, dat was hem. Yes. Doei. Een beetje weer. Als je langs een standbeeld van je eigen geslachtsdeel zou lopen, zou je hem denk je herkennen? Moeilijk, ja, ik denk ook wel. R Ralf zou hem niet eens zien. Een enorm standbeeld. Ja, heel klein wow. standbeeld is dat. Je zou hem niet he zien. zou zouden zo lang lopen. Zeg, waar is het standbeeld?